Ja, een slim volk. Slim volk van de Universiteit van Antwerpen. Is het niet, Lothar? En dat is niet speciaal, maar de meeste van ons zijn wel... Allee, vinden de mijne van 66. Oh. Oh. Ben jij van de slimste of van de minste slim? Ik ben van de minste slim, ja. Maar met die grootste mond. Waar denk jij voor de Universiteit van Antwerpen? Ik werk voor de faculteit Bedrijfswetenschappen en ik maak de boekjes en de website. Maar wij zijn vandaag met alle jonge mensen hier op de kerstmarkt. En heel veel van de jonge mensen van onze universiteit die schrijven een doctoraat. Dus dat zijn echte professoren in spe. Maar ik zie het, zoveel wijsheid. Dat is niet in ons Ja, jullie zijn hier met een stel collega's van aan de kerstmarkt. Ja, dat klopt. We zijn daarnet gaan eten in ons studentenrestaurant. Want dat was salade, een grote menu voor het goede doel. En dat is goedkoop, hè? Dat was redelijk goedkoop, ja, ja. Maar we hadden nog een beetje dorst en nog wel zin in iets lekker. Dat was een zijn we aan de kerstmarkt. Wat hebben jullie al gegeten? Ook die churros al geprobeerd? Wat? Ja, churros. Dat is goed. Iets Spaans, vies, lange rendels. Moutenballen, maar dat niet lang. Ik heb dat nog niet geprobeerd. Ik denk sommige van de collega's wel, maar aan de beschrijving te horen, nee, het doet me niet echt niet gewekt. Ja. Goed, zeg, kerstvakantie voor jullie binnenkort? Ja, ja, maandag hebben wij allemaal kerstvakantie. Dat is de universiteit. Ja, plannen, is dat zelf koken wat jullie doen? Nee, waarschijnlijk. Bij mama de voeten op de tafel, hè? Ja, het is zo, zijn de collega's, wij wonen niet in één groot huis. Iedereen heeft zijn eigen plannen. Ik ga het niet van iedereen uit de doeken doen, maar wij vinden dat allemaal zelf en onze vrienden en familie. Goed, prettige kerstvakantie iedereen. En bedankt om even langs te komen, hè, in zijn Christmas House. Dag iedereen. Dag. Dag. Dag.